Anthony is al lang hier. Ik was even rustig. Oh ja, nee, we zijn op Xbox gaan spreken, ja. Nee, via de Xbox Party systeem, hè? In beta? Wat heb je het over? Enter, die kun je slapen. Oké. Maar voor mij is het nu glitchy, whatever. Anthony, kan je op Discord komen? Discord. Hallo. Wat is er met je mic gebeurd opeens? Ja. Het is nu nog luider. Het is nu minder, maar die ben je ook zachter. Nu is het ongeveer hetzelfde als toen je bij ons begonnen met spreken. Ja? 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 Kan je mic even misschien even red halen en weer erin zetten? Anthony, kan je even je mic edit halen en erin zetten? Ja, omdat hij zijn mic heeft red gehaald. En now it's back. Maar daarnet had het wel zo'n gebeurd. Welke microfoon gebruik je? Wacht. Die van Xbox, maar... Check dan even... Ben je nu op PC of op telefoon? Kan je even aan de kabel houden, zeg maar, hou de kabel even vast. Hou even de kabel vast, even bij waar je het erin zit.
Hallo? Oké. Okay. Het is nu minder. Je moet volgens mij je kabel even goed zetten. Oh my fucking god! Jesus! Ja! Maar niet zo erg. Dat was next, dat was niet eens earrape, dat was iets boven earrape. What happened? Hoezo? Ik ben zo terug bij je, je kon even om hulp vragen. Ik heb water bij me. Wat is je idee? I mean, do whatever you want. Just know. By the way, guys, de entry de hele dag toen het ging recorden, was ik niet te horen op de video's. Dus het klinkt alsof jullie twee tegen jullie zelf spreken. Mij niet. Ja. I don't know what happened. I don't know what happened. Now it's really just OBS. Ja, ik weet, ik heb het ook aan. Opeens ging ik die dingen afsluiten van toen jullie weggingen. En zag ik van, oh shit. It didn't record my voice. Nee. Are you sure you want to talk about it when I'm recording? You're just saying. En trouwens, Vlad, de reden waarom ik het toelaat, is omdat in dat geval gewoon kappa mijn ass niet kan suwen. De reden waarom ik het je laat doen, de lulgabel bouwen, is zodat kappa mijn ass niet kan suwen. You're gonna build a penis, right? Please do. So... Please do. I don't want Kappa to sue me. No. Dit is een fucking survival server. Have fun, is all I'm saying. Wacht, kan iemand even terug horen als ik hard genoeg spreek? Ja, Anthony, je denkt zich niet genoeg vast. Of ik hoor mezelf ergens terug, ik weet niet waar.
Ik hoorde echo net. En ik hoor nog steeds echo. Maar ik weet niet waar. Nee. Gewoon via Discord. Wacht, spreek even. Waarom heb ik geen desktop audio? Sinds vanochtend. Ja. Zo, Jezus. Harde werk, hè? Mijn kasteel moet perfect zijn. Ja, verslaafd. Hi, boy. Wacht, dus jullie horen jezelf niet terug? Nee. Ik niet. Alex, je bent crazy geworden, man. I have to play too much Outlast. Wat? Ja, nee, volgens mij heb je te veel Minecraft vanochtend gespeeld. En 3, jij mag bepalen welke, wat voor kleur wordt het. Oh nee, ik BBC. Heb terracotta voor je. Kom naar de mesa biome, is 300 blokken ver. Wordt het een BBC? Of een white? White chocolate. BBC natuurlijk, fuck. Ja, ik heb geen resources. Ja, oké, als jij mij resources kan geven voor de BBC, dan... Oké, fuck. Wait, I may have the right color for you in that case. Kom to the mesa. Nee, maar ik heb al... Wacht, ik heb al 2 stacks van witte bomen. Acacia, of hoe heet dat? Beperkend stronk. Ja, maar ik heb hier klei. Dat is van alle kleuren. Maakt niet uit, joh. Heb je veel klei? Niet echt, denk ik, hè. Veel? Fuck, dit is een hele fucking biome hier. Ik heb minimaal 2 stacks nodig. Easy. Welke kleur wil je precies hebben? Nou, graag liefst white chocolate. White chocolate, oké. Zoveel heb ik misschien niet. Oh, kut. Huh? Zoveel heb ik misschien niet, maar... Oh, maar jawel. Is het oké okay als het een beetje creamy uitziet? Nee, dankjewel. Creamy. Oké, wacht. Is goed. Laten we creamy. Creamy voor die effect, toch? Maar ik hoef niet veel, ik hoef maar 30 stuks. Ik hoef maar 30 stuks of zo is. Dan ben ik goed genoeg. Ja, toch, thanks. Maar kan iedereen slapen? Ik heb geen bed, hè, boys. Als ik een bed kan gewoon naar mijn huis gaan. Zie je wat eten met jou kan doen? Ik zei het toch, boys, voor goede ideeën heb ik altijd eten nodig. Dus als ik even ga eten, kom altijd aan beste ideeën. Oké, waar is die bed dan? In mijn huis gewoon. Ga naar die mansion van. 2 bedden. Oh. 2. Ik heb een bed hier zo in mijn kasteel. Ik ga bijna dood, boys. Ik heb honger, please. Je hebt net een halve stack carrots gepakt, hè? Ja, ik heb half, ja, half, maar dat is na een paar uurtjes al. Niet. Echt dom. Ik heb nog 14 stuks over. Zo, die ding is weg. Het voelde zo goed Anthony, even. Wat doe je met je telefoon nu? Ik zit het te fixen. I'm in the stone, what? Huh? I know. Alex, ik heb per ongeluk een zombie in je huis gelaten. Ah, spijt me. Oké, wat deed je net in? Even een vraag. Wat bedoel je? Daarnet was het iets beter. Ik weet niet meer hoe ik ben. Now it's completely gone. Mijn ja, vraag wat is, horen we Anthony? Spreek even. Alleen wat wanneer als hij spreekt. Als ik mijn telefoon omhoog doe. Heb je een hoes? Is het weg.
Nee. Oké. Okay. Ik moet het recht ophouden, zo. Ik zal hem maken ook vroeger. Wat ik nodig heb is een pickaxe, dan kan ik met die project aan de slag. En zo? Nu hoor ik het nog steeds. But you know what? Leave it. Leave it. Ik zet jullie gewoon wat zachter in. Ik snap het niet, hè. Hoe komt het, Alex? Waarom was mijn skin red nog Alex? En nu is het opeens Steve. Wat gebeurt er allemaal, man? I don't know. Komt er Gandalf? Komt er Gandalf? Wat is Gandalf? Ken je Gandalf niet? Is dat zo'n enemy? Gandalf, get him. Get him, Gandalf. You have the permission to get him. Thank you. Gandalf is de belangrijkste persoon op aarde. Oh, dus je gaat die enemy of shit aan mij vertellen, of niet? Is Lord of the Rings. Oh, maar ik kijk dat niet eens. You shall not pass! Why? Is dat Gandalf? Ja, dat is Gandalf. Oh. Oké, nu weet ik ook weet wel wie Gandalf is. Hij is de man met paard. Ik ben die paard. Ik heb die paard. Oh. Dus jullie hebben Lord of the Rings gekeken? Ik niet volledig. En jij wist al wat Gandalf is? Gandalf the White. Is er een manier om in deze lobby een screenshot aan te zetten? What you mean? Ik heb hier een aantal goede kleuren voor je gevonden. Ja, ik heb wel wit nodig, man. Letterlijk wit. Wit. Je weet misschien al waarvoor, je weet al misschien waarvoor. Nou, wit heb ik misschien niet, maar dat is voor me. Go live, wat is go live? Oh, screens. Wat? Oké, okay, kunnen jullie dit zien? Nee, maar weet je, dus als ik in dat ding ga, gaat mijn ding eens opeens weg. En mijn, ik heb dat zo vaak gehad, hè. Dat ik niet meer kan praten. Kunnen jullie dit zien? Op Discord. Ik kan niet live, ik kan niet jouw live checken, man. Anders gaat mijn hele ding glitchen gewoon hier toch. Ik ben gewoon leuk. En die kun jij het zien of? Wat zien? Waar? Ik zie niks. Zie ik niets. Nope. Hey boys, wanneer volgende gym sessie, man, boys? Ik heb één buik gekregen. We moeten een hele schema maken. Ja, maar daar zijn we al maanden over aan het praten, hè. Ik heb mijn abonnement even laten bevriezen, man. Shit, wat te duur.
geval ga ik na deze jaar niet meer naar die Fitful Free Shadow. Want ze hebben weer de fucking Inkosuni gedaan. Wat hebben ze gedaan? En ze hebben de Inkosuni gedaan en moet ik nu gewoon 50 euro betalen in plaats van 25. What the fuck? Ik heb juist bij mij was het juist van. Ik had geen geld op mijn rekening staan, dus ze moesten van iets afnemen, toch? Dus ja. Ik heb mijn brief gestuurd dat het als ik binnen een bepaalde tijd niet betaalde, dat ze dan hogere rekeningen. Ja, administratiekosten opbrengen, ja. Ja, maar ja. Ik had wel gewoon hoog geld op mijn ding, dus. Maar ze zijn nog steeds zo van. Yup, still can fucking do it. Ze hebben jou gewoon geneid, man. Ja. Of die mensen daar zijn gewoon zijn lui of zo, ik weet niet. Ja, de incasso waarschijnlijk. Ja, man. Kan wel. I don't know. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja, ik wil eigenlijk ook stoppen, Alex. Maar ze hebben mij zo hard geneid, hè. Ik moet nog doorbetalen tot september 2020, hè. Wow. Dus ik moet nog Wacht, een hele jaar... Dus... Je kan niet op pauze zetten. Ik kan hem alleen maar één keer in het jaar op pauze zetten, op 4 maanden. Oké. Okay. En toen ik het abonnement ging opzeggen, hebben ze me een brief gestuurd van... Jouw abonnement loopt vanaf nu tot september 2020. Oké. En elke maand wordt er een rekening van jouw ding gezet. Toch? Dus dat is echt fucked up, man. Ik moet nu 1 jaar wachten. Ik heb ook geen werk, hè, besef dat. Brooktijden, man. Maar ik heb gehoord dat je het ook contant kan betalen, toch? Echt? Ja, dat heeft mijn ma verteld. Mijn ma heeft ook lang geleden. Ja, mijn vader heeft het ook gezegd, want hij was ook vroeger daar, maar... Ja, het lijkt me wel handig als ik dat doe, man. Want, ja... Weet je wat, ik denk dat het... Heb je die klei al gemaakt, Alex? Ja, ik heb 44 stuks. Dat is goed. Ik dacht, weet je wat... En nog 200 kleuren. Van deze geluiden. Schreef die memories. Wacht, Anthony, ben je er? Anthony, je fix your mic. Echt, hè? Pak Anthony, ik ben vandaag een beetje stil. Alles goed, bro. Hij is gewoon bezig met Minecraft. Oh, oké. Anthony. Jo. Oké. Hele tijd Ja, hij is echt al sinds ik weet niet hoe lang bezig met die fucking ding. Kasteel. Arme jongen. Ja, ik snap het wel. Maar wel echt respect dat jullie dit echt lang kunnen doen, man. Ik kan het echt niet lang doen. Ik kan het maar maximaal 2 uurtjes doen. En dan moet ik even. Oh, ik heb trouwens geen gisteren even 5 uurtjes lang door. Jezus. Zo, Alex. Dat is echt veel, man. Daar is het kasteel. Hij is misschien looking verstandig nice, als we gaan eten, actually. Als we gaan slapen. It's looking very nice. Thank you very much. Anthony, je hebt de koe. Congrats. Dat is mijn nieuwe butler. Een butler. Oh shit,
Hey Vlad, hallo. Hallo. Dit is de kleur wat ik voor je heb. Ja, is goed genoeg, joh. Thanks. May I have some? Dank je. En ik weet of je het wil gebruiken, maar ja, ik heb ook deze kleur. Ik weet niet, ik heb hem niet echt nodig, denk ik. Ah, je bent echt... Oh mijn god, Alex. Wow. Wat gebeurt er daar nou? The same thing that happened to you, Anthony. Ja, ik weet niet wat het is, maar... Wat gebeurde ook alweer met? Niet. You know, I just suddenly joined back in and built something. Oh. Oh ja, trouwens, Vlad, als je heel snel eten wilt... Vissen voor hier, echt gewoon alleen hier. Anthony can confirm it as well. Is magie. Really is magical. I'm back, boys. Wie heeft mijn deur open gelaten? Maybe it. God damn it. I'm sorry. Never do it again. As I mentioned, need respect noodle. No, it's really just that I don't want to deal with creepers. Daarom bouw ik op een eiland. Ladies and gentlemen, could we please get into bed? Ja, is goed, we kunnen wel gaan slapen. That is probably the latest reaction ever. Het is moeilijk om te typen en te praten. You know how it goes. I can already imagine the edit there. The camera slowly zooming out. And then suddenly zooming back in. Hoe kan ik... Oké, waar is mijn bed? Oh. Maar ja, wat vinden jullie van de Xbox Series X? Ik heb veel memes over gezien. Wat? Geen commentaar. Wat? You know how it is, Alex. Yes, I do. No homo, no homo. And I swear to God, one of these gays... Oh Jesus. ik vind het wel mooi. Ik weet niet waarom. Really? Ja, ik denk niet dat hij echt goed gaat passen bij de interieur, maar hij is niet zo lelijk, kom op. Hij is niet lelijk, het is meer. Het gaat over de vorm. Dat ding is een fucking fridge. Een beetje bizar. Ja, het is een mooi fridge toch? Wat doen de koeien allemaal in één hoekje? Ja, jij bent echt
Alex, ik zweer, ik ga je zo hard terugpakken en kijk, ik gooi me nu van die huis, hè. Ik gooi van een berg of zo, man. Of gewoon op van mijn giant lul die ik zo ga bouwen. Naast mijn kasteel. Ja, naast jouw kasteel. Oh, mijn... Klaar, Alex. Dat was klaar. I forgot that I have power flower 4. Jesus. Hoe kom je aan power 4? I fished it. Zo, als je zulke dingen kan fishen, dan ben je echt... dan ben je echt lucky. Yeah, I already told you to go fishing. Je zei om vissen om te eten en zo. Yeah. Waarom ga je vissen, bro? Je ziet die dingen daar zwemmen. Je kan ze gewoon killen. You still need pufferfish in order to make drinks and shit. Jij gaat toch die drinks maken? Ik kan think about it. Ik heb iets voor je. Oh, wat? Wat heb je voor me? Anthony weet wat het is. Het is voor Thomas bedoeld, maar je mag het drinken. Wat? Hij gaat me een rare potion geven zometeen. Blueberry Cool 8. Oké. Uitrusting, snelheid 2. Het is maar snelheid potion, hè. Oh, you fucking cuck. Let me make this fucking drink, you fucking piece of shit. Uh-oh, I'm sorry. Uh-oh. I think I did something, you're not gonna like it. What? Uh-oh. Ik ga alvast rennen en dan... Wanneer ik ver ben van jou ga ik vertellen. Zodat je mij niet gaat killen. On spot. What did you do? Broke your armor. Pfft, who cares? Help is jouw armor. Kom hier, ik heb iets voor je. Ja, als je mij vindt. I totally didn't see you get in here. Drink this. Did you grab it? Ja, man. Wat ik net niet mezelf van Alex. Zie je vergif? 045 seconden. Ja, man. Dankjewel. Wacht, je kon het zien. Hoezo kon ik het niet zien? Oh, poison. Fuck. Denk je dat ik dat niet zie? Really. Wel goed geprobeerd, man. Wel goed geprobeerd. Fucking hell, Minecraft, why? Why do you show that shit? Ik dacht dat het niet voor laten zien. Ja, hey, Maar ik zweer, volgens mij is het alleen deze versie van Minecraft. Deze kinderachtige versie. Probeer even shit op te schrijven. Probeer shit te schrijven, ik zweer het je. Je kan het niet schrijven. Waarom niet? Nou. You see? Wat? Ik zie niks. Wat moet ik zien? Ah, oké. Assassin's Creed met 2 S, hè? Of met 4 S eigenlijk. Ja, maar vroeger kon je het niet schrijven omdat de eerste 3 letters S schreven. Oh, bruh. Ja. Dat ben je echt raar. Nee, dat ben je echt raar. Sorry. Sorry, Mojen. Dat kan niet, want... Ja, nee. Je kan echt natuurlijk niks schrijven. Ja, dat is raar. Dat is echt raar. Oh, wat?
Jij bent echt, oké, klaar, Alex. Ja, jij bent echt. Oh mijn god, Alex. Ik zweer, jij bent grootste gay, jij. Fuck you. That was totally on accident. I didn't want to hit you. Ah, ja, 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 man. Ik wilde niet hitten. Ja, oké, okay. Fuck you. Oh, fuck. Weet je wat? I'm gonna give you some shit. Wacht even, boys. Ik moet even met iemand praten. Really? Really? Ja, toch. Thank you for the little chicken over here. Let me go. Ai. You missed miserably still. No, that was the point. That was the point. Okay, good. Well, ik wou dat jij het ziet. And it worked. There are monsters nearby. Great, I just gave you my weapons. Is het nou weer avond? What the fuck?
No, no one wants to sleep? Oké. Okay. Nee. Ik weet niet of Anthony het wilt. Ik slaap. Oh, dan ik niet. Ja. Oh, ik heb een bed. Ik heb a gift from a friend. Please accept kind regards. Drie tand. Dan heb je een visengel, heb je een boog. Nou, dankjewel, a friend. Thank you. Ik ga alvast komen. I forgot to move the bed. Too late. Why are you hurling rotten flesh and blinking at me? Fuck out of here. I don't know. Waarom is jouw raam deur zo verkeerd? Andersom juist. Verkeerd? Ja, jouw deur is omgekeerd. Ik doe hem altijd bij jou. Jongen. Ik doe hem altijd anders, ik weet niet. Jij doet het anders, ik weet niet. Why? Er is zo'n zombie shit niet kunnen inbreken. Ja? Ja. Oh, en als je het andersom doet? Dan kunnen ze inbreken. Oh. You fucking cock. De enige reden waarom ik stopte is omdat ik geen eten bij me heb. Ah. Ik heb wel eten voor je. Nou, I'm not taking rotten flesh. Also, please don't kill it. Don't kill it. Je moet eten om te surviven, Alex. Yes, that's exactly why I got the spare fish in here. Yeah, je kan ook die rotten flesh eten. Would you like some salmon? Hey, Mr. Bear. No, thank you. Mr. Bear, would you like some salmon? No, thank you. Ik eet alleen rotten flesh. Hey, er is gewoon een eiland op mijn eiland. En hoe gaat het met Anthony? Hoe ver ben je? Ik ben bijna klaar met de toren. Weet je wat, misschien ga ik geen lopen op. Dus ik ben aan het brainstormen. Wat wil je bouwen dan? We kunnen van alles bouwen eigenlijk. Maar ik wil zoiets normaals make bouwen. A dungeon. Ja. Een dungeon? Dan is het toch meer ondergrond en zo. Of niet? Oh, you were thinking about that kind of dungeon. Oké, wel. Ja, van Terraria, weet je nog? Dude, I haven't played the game in so long. Oh, goeie game, ik weet niet waarom je zo weinig speelde, maar ja, het was wel wel leuk. I don't know, ik vond vroeger echt gewoon 2D games niet zo leuk, zeg maar. Oh, 2D, oké. Okay. Ja, ik weet niet. Het feit dat die spel zoveel avontuur had, is wat ik zo leuk vond. Want je hebt kans, ik heb nog volgens mij van alle dingen die ik weet, heb ik maar 40 dingen ontdekt. 40% van dingen. Is net als Minecraft met alle mods gewoon. Inclusief de 2D mod. I'm down to play it again. It's time for some chicken fucking. So. Have fun. It's KFC time. Mm.
Alright boys, rond 6:30 misschien. Ga ik wel even challenge, man. Of kwart over 7. Ja, kwart over 6. Nee, ik ga even scheren, man. Oké. Het is wel nodig, want ik heb gekregen, dus. I don't know. Ik moet het even wel doen. Hey, wanneer ga je dan Siege halen, Alex? Is goed game. Ik heb Siege al. Op jouw PC? Nee, op PlayStation. Oh ja, maar dat is toch niet leuk? Alleen te spelen. Als je have you not seen my latest videos? Waarom? Dus je bent mijn tweede kanaal vergeten, I see. Je hebt twee streamkanalen, je hebt volgens mij vier kanalen, YouTube kanalen. Nee, ik heb twee kanalen. En één streamkanaal. Ja, officieel heb ik. Huh? En één streamkanaal. Eén streamkanaal? Yeah? What you mean één streamkanaal? Ik ga nu naar Twitch, ik zie Twitch, SeeLetSnow4.0 en SeeLetSnow. Ja, SeeLetSnow4.0 kon niet inloggen voor een of andere reden. I don't know. Oh. Right. Maar met wie speel je dan? Met Thomas. Oké. Alright. Heeft Thomas ook PS4 dan? Ik dacht... Ja, hij heeft PS4, ja. Ik dacht het... Solo. Hij heeft alleen een PS4. En een PC. Alex, als ik een... PS4 kreeg in plaats van een Xbox One. Don't buy nooit. The next Xbox, want ik ga denk ik voor de PS5 zelf. Oh nee, ik blijf gewoon op de PC. Ik ga niks kopen. Ik ga geen consoles meer halen, man. Ik zweer, wanneer ik werk ga krijgen, alle geld gaat naar mijn studie, man. Want ik moet die HBO halen, man. Alleen ik kwam iemand tegen die HBO doet, gewoon een oude vriend van mij. Ja. Hij vertelt me dat ik zeg zo tegen hem. Hij zegt zo tegen mij: hoeveel studiepunten heb je op school? Ik zeg: wat fuck studiepunten? Hij zegt: heb je geen studiepunten? Ik zeg: nee. Hij zei van: ja, op HBO heb je studiepunten. En in plaats van een gemiddelde te hebben, krijg je studiepunten. Dus. Ja, zelfs op mijn school. Alleen mijn school is nog steeds soort van in het midden en weten niet wat we ze moeten gebruiken. Dus... Oh, je school is confused as fuck, man. Ja. Maar broer, het feit dat jij kan printen met fucking gold, dat is pas low. Dat vind ik echt low. Met goud en metaal, op metaal kan printen en zo. Oh, ja. Ja, alleen de docent die daarvoor heeft gezorgd is weg. Dus ik weet niet of het nog steeds kan. Oh. Kan denk ik wel, maar... Het is wel kakken, je is zo jammer. Hoeveel kost zo'n stuk dan? Ik heb geen idee. We hebben het nooit ontvangen. Oh, wauw. Ja, de contract van de docent met school is voorbij, dus... is afgelopen. Dus we hebben nu een shitty Spaanse vrouw. I know. Wat voor les hebben jullie dan eigenlijk? Momenteel alleen Adobe. Adobe, oh, oké. Okay. En zeg, ik zweer het je. Adobe zelf geeft beter uitleg dan die vrouw. Ha! Wauw, nee joh. En je zit op niveau 4. Ik heb een probleem ook met docenten. Ik heb een Nederlandse docent, die wordt boos als je vraagt. Nee, Vlad, ik heb het over de hulptips van Adobe, hè. Die zijn handiger dan de les van de vrouw. Zo, fucked up. Ik heb geen vervelende docenten op school. Dit jaar wel. Dit jaar echt fucking veel. Wie heb je? Nou, gewoon alle B-Tech docenten, behalve Sele. Sele is de man. Oké. Ik heb een docent voor het Nederlands, hè. Die man, in het begin was hij rustig. Hij ging altijd zeggen, ja... Je weet volgens mij wel wat hij zei, van Area 50, er leven, 50, op, zo, er leven aliens op Area 51 en zo. Ja, hij is in tweede leven moordenaar en zo. Ja, serie moordenaar. Hij is een beetje klaar met ons toch, omdat we gewoon vervelend doen. Kijk, ja. Op school we hebben Microsoft Teams. Dus voor iedereen in de lokaal zet Microsoft Teams aan. We praten met allemaal, weet je toch wat Microsoft Teams is? Tuurlijk,
Ik gebruik het zelf Het is ook. Net als... Ja, voor school toch? Maar je kan er ook elkaar bellen toch? Oh nee, ik gebruik het voor onze bedrijf. Hé, hey, Maya, wij kunnen daar via daar gewoon bellen, elkaar bellen. Dus ja. wat doet iedereen? Ze bellen elkaar op school. Gewoon met elkaar toch? Ja. Maar doordat ontstaan er bepaalde geluiden, zo'n piepgeluid. Weet je toen we nog op Skype gingen praten? Oh ja, de echo. En dat, ja. en dat hoor je door hele lessen. Dat hoor je door hele lessen, je hoort iedereen fucking dubbel. Fucking hell. Fucking hell. Ik ben grappig. Zo blij dat ik mijn school er niet gebruik dan. Oh my god. Nee, maar dat doen ze expres om meneer gewoon... om met hem te focussen, toch? Nee. Hij begreep dat, dus hij ging... Hij werd boos. En nu, vanaf nu is hij gewoon altijd gewoon een beetje boos. Iedereen boos aan en zo. Dat is gewoon erg. Ja, man. Maar het is niet de ergste. Volgens mij ging hij ook met suiker gooien. In de les. Oh ja, dat heb je verteld, ja. Ja, man. Yo. Moet je eten, bro. Eten, boys. Ja, maar het is toch saté. Saté is, vind ik, lekkerder als het kouder is. Oké. Maar ja, mijn klas is best wel chaos, man. Maar stiekem wil ik wel weg. Ik gewoon naar niveau 3. Hopelijk doorstromen dit jaar. Good luck. Ja, thanks man. Want het gaat niet goed met niveau 2, man. Dus is geen goede... is niet zo leuk. Om HBO te doen heb je niveau 4 nodig, hè? Ja, klopt. Wat wordt steeds tegen mij verteld van dat het handiger is om toch van niveau 2 naar niveau 4 te gaan. Dat heb ik van vele mensen gehoord. Zelfs van Matrix is het handig als je gelijk naar niveau 2 naar niveau 4 gaat. Want ze zeggen wel misschien tegen je, ja, je kan het, je gaat het niet halen, maar je bent wettelijk ben je... Als je niveau 4 wilt, ben je verplicht. Zeg. Zijn hun verplicht om jou gewoon aan te ja, nemen, zeg maar. Ja. Ze moeten je helpen, ja. Ja, man. Dus beter gaan ze dat doen, hoop ik. Ja, man. Ik ben er. Was je weg dan? Pakken. Ja. Die is zich opgemerkt, eigenlijk. shit. Komt heel gauw. No sleep? Oké. Okay. No sleep challenge, jongens. Ja. Okay. Als we 3 dagen niet slapen, komen... Oh god, he is started with the balls. Ja, de project is still in development. Oh shit, wat een mooie view. Ja, hè, dankjewel. Dat die view ga je voor de rest van je leven zien, Anthony. Ik ook. Ja, iedereen gaat het zien. Jij bent letterlijk in het center van alles. Yes, thank you. Zelfs mijn boy Thomas gaat het zien van zijn villa in de bergen. And if you can finish it by today, that will be an awesome welcome for him. Ja, zeker. Kut. Wat is dat voor... Oh. Ik heb gewoon een nieuw gekregen. Drietand. Oh, are you kidding me? Ja, ik heb gewoon een nieuw. Wil je of... Want je hebt met z'n... Ik heb nu 2. I would like you to dodge. Oké, shoot. Ja, miss. Oké, in that case I don't understand aiming. Wait, ik ben nu echt scheef geworden. Will this hit? Ja! Oh, je piece of shit, oké. Alright, experiment completed. Now back to sleep, everyone. Thank you all for your experiment, Alex. Lekker mij XP naar de kloten. Hey, Ed heeft mij ook naar 0 gebracht. Hey, no. Hoe dan? Wat heeft hij gedaan? Zeker. Al mijn spullen liggen in water, hè, Alex. Thank you. But they do float back upstairs. I mean up. Oh, dan gaat hij nog even al die wapens oppakken. Nice. Nee, ik heb je bed gebracht. Oh, yeah. Nee. Zo, dat gaan we niet doen, Alex.
Dat gaan we wel doen. I swear, if you bring your bed over here, I swear. Go we gaan samen slapen, net als voor... Oké, fijn. This is my house. Zal ik de rechter tekst... Oké, boys, ik heb een advies nodig. Zal ik de linker testicle kleiner maken dan de rechter of groter? Want eigenlijk is de linker testicle groter dan de rechter. So, why would you... Ik wil veel overballen, hoor. Of ik kan één testicle maken, je toch eentje zal weggaan, toch? Oh. Of gewoon castrized, gewoon gecastreerde. Dan heb ik wel jouw rode ding nodig, Alex. Jouw rode ding, I don't know. First should I give most fit to you already. Ja, ik weet niet, maar wie slaapt nog niet, Alex? Als je binnen 5 seconden niet gaat slapen... Ja, wat gaat er dan gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Bitch! Zet ik die bed naast jouw bed. Klaar. Voor altijd. Dat ga ik nergens zijn, dan ga ik die project gewoon gelijk gewoon stoppen daarmee. Ga ik gewoon voor de rest van mijn leven in jouw villa slapen. Hey, Trident Boy. Give me your Trident. You didn't drop it. God damn it, you had one job. 3. What? What are you doing? Ikke? It's a cave. Huh? Hoe ben je geescaped? Wat? Oh, oké, je zag het niet dus. I see. Wat? Did you like plug it up? Oh, you fucking cock! Sorry. Ik heb letterlijk even één blokje omhoog gemined. Oh, oké, I see. Look at the castle growing. Anthony. Hoe ga je kasteel noemen? Geef het alsjeblieft zo'n Franse naam. Of zo'n... hoe groot wordt jouw kasteel, Anthony? Kasteel La Bette. La Bette. Ai. Mijn chest koekeloeren. Anthony, hoe ver ben je met die berg? How much have you mined that yet? Niet veel, maar... Ja. Oh, je was beneden bezig. Ik zeg jullie eerlijk, mijn huis gaat misschien wel een beetje... raar uitzien, maar van binnen wordt het zo luxe, geloof me. Het gaat nog ondergrond en zo.
dead bunny, you should just make a whole upside down body. Ja, dat zou ik doen. Voor jou. Voor jou. Jij bent de... ...gene die het wilt. Dus... Wat jij wilt, Alex. Wat jij wilt. Ik zie niet pas het... Imagine having a whole house of bees living in your walls. Oh, jij bent echt... Ja, waarom niet eigenlijk? Waarom niet? Yeah, you know? Are you sure? Would you like that? Here you go. No. Here you no, go. Thank you. Enjoy destroying that. I just did. Piece of shit. Oh, okay. You fucking cuck. Oh, kut. Waar ga je altijd naartoe? Ik zie je altijd naar die plekje gaan. Wat? Ik zie je altijd naar die plekje gaan. Oh, je gaat naar huis, oké. Ik dacht al, werd mij een beetje verdacht. Oh, you haven't found my secret chest yet. What the fuck? Nee, oh nee. What? Wat is dat? Geen idee, man, om eerlijk te zijn. Anthony, you scared the living shit out of me. Hoe? The fuck I do? I don't know. Idea. But you did something. Anthony, jij mag wel in mijn rechte balzak wonen, ja? Oh, I'm gonna. Ik ga een kamertje voor jou maken, hè? Huh? Dankjewel. Willen we niet? Je krijgt de kouder van mijn kasteel. Oh, is goed. Ah, tenminste nog wat toch? Je weet toch? Dankjewel, bro lof toch? Oh, alsjeblieft. Ja toch. Alex, jij mag wel in mijn balzakje wonen toch? Oh boy. May I think I've passed you? Waarom niet? Dan woon ik in de linker, jij mag in de rechter wonen. Wie woont in de stam, man? Ja, toch. Ja, het beter nog. Daar mag jij wonen, Anthony, als jij wilt. Nee, aan mijn pers. Ah, oké. Jammer. Want daar is... De temperatuur daar is zo warm. Ja, yeah, I don't... Yeah, ah, oké. I see. Ah, mijn oren. Alleen het probleem is... Thomas... Gaat het van een andere perspectief zien. Laten we het zo zeggen, perspectief. Oh, dus, ja. Dus hij gaat alleen maar een... één. Ja. Yep, we will only see one side. Ja, helaas. Ik zou niet zeggen dat het helaas is, maar oké. Ja, hij gaat het wel leuk vinden, denk ik, hopelijk. Hij gaat het wel mooi vinden. Ik heb hier aan gewerkt, dus... Komt goed. I just can't wake him. I can't wait for him to wake up tomorrow morning, getting on Minecraft, and me just receiving a text message, Alex, what the fuck is this? Ja, hey. We gaan zien hoe het gaat. We gaan zien hoe het gaat. That is what I'm expecting. Ja, we zien wel. Oh, dan mag jij wel in mijn linkerstukje wonen. Jawel. Iedereen is welkom. Vlad geeft niet op. Hij wil een inwoner hebben. Tuurlijk. Will you be charging for it? Ja, dat is wel een goed plan, hè. Gewoon even
een diamond per week of zo. That's not too bad. Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat is gewoon een goeie. Oké, 7 blok, dat is dan. Oh, nu heb ik wel een beter idee, man. Waarom zou ik niet wonen in... Je hebt toch die huis van Squidward? Oh. Ik wou het wel remaken, man. Is nog ook... Go right ahead. Feel free. Do whatever you want. Nee, maar ik ben al bezig met dit. Dat is wel die probleem. Oh, god. Oh, god. Yeah. It's starting to shape. Anthony, don't look outside. I mean, do look, but also don't. Dat is een monument. Een monument van deze server. Ja, yeah, precies. A monument that can burn easily. Maakt niet uit. Weet je wat voor eer het is om in een monument te wonen? Begrijp je dat wel? Maar eigenlijk vind ik... En sorry hoor, Vlad, maar dan vind ik... Anthony is een monument beter. Oh, je bent gemeen. Fuck you, Alex. Wat vind je slecht aan mijn monument? It's burnable. Oh, maar maakt niet uit, jouw huis is ook burnable. Kof. Yeah, but I don't think this is a monument. It's more like a... No, verdomme. Friendly what is spawn it? Point. Friendly spawn point. What? Oh, wow. Oké, die was wel een goeie. Ja, nou, dan wordt het een friendly spawn point. Maakt niet uit. We have the friendly spawn point. No, we have the friendly hut. We have the... Yeah. We have the friendly insertion. And we have the friendly hospital. Wat? Friendly hospital? Oh, ik ben een friendly hospital, zeker? Nee. Anthony is een friendly hospital. Oh. Uit. Waar is mijn bed? It should be in your left nut. It feels so weird to say that. I know. Oh, where did I leave my bed? It should be in your left nut. Oh, Jesus. Ah, nee joh, is wel leuk toch. Is wel een mooi huis, mooi I like it. Je hebt mij 8 artwerk gegeven van die rode, shit. Ik heb wel beter nodig dan dat. Oh, of je fixt... Kan je misschien een raam voor me fixen die kan verkleuren naar roze? Niet zo dat moet, ik heb geen stoof, ik heb brooktijden. I don't really have... Oh wait, I do have glass. Oké. Okay. Alex, denk dat het groter kan? Het kan altijd of moet groter, het kleiner? Ja. Kan groter inderdaad. Ja, ik denk dat ik nog een paar blokken hoger moet maken. Wat vind je, Anthony? Prachtig. Dankjewel. Kijk, zie je, Anthony heeft... Zie je, Anthony heeft wel respect voor mijn kunstwerk, toch? Ware kunst. I can burn it down right now, actually. Ik kan je huis ook nu burnen, maar... I'll stay friendly, no?
Here is your glass, sir. Thank you, thank you. Thank you. Ah, natuurlijk ga je dat. Natuurlijk. Maar, dankjewel. Maar is 8 is niet genoeg, hè, volgens mij. Licht. Oh, thanks. Ik ging bijna dead, man. Dead. Nee, ik heb nog steeds niet genoeg, man. Ik heb honger. Yep, oké. Okay. Oh, wow. Sorry. Well, thank you. hey. Oh, no. I was just kidding. Oh. No. I was kidding. Pak het op voor de dag die spant. Wacht eens even. Let me just experiment something, oké? Okay? Can you give me the... Het is daar. Ja, je kan ze deal wilden, ja. Ja, je kan ze deal wilden. Huh? Je kan ze deal wilden, als je dat wil weten. Ja. Nee, ja. Maar dat... Waar is die? Hier is er nog. Oh ja, maar dat ain't my question. Well, my question is, how far can it go? Oh, don't do that. It goes very far, is what I'm saying. Dat leek ik. Ga je net aan jou gooien, het gooit helemaal naar die bergen. Oh, and say goodbye to that, because that's gonna travel at least 200 blocks. Yeah, dat is denk ik bij Anthony. Anthony is letterlijk 50 blokken hier vandaan. Oh, waar is Anthony? Daar is een kasteel. Oh, shit, waar is mijn... Ergens bij zijn kasteel. Oh. Of verder in de zee. Kan. I'm everywhere. I'm Gandalf. Oh, je bent... Ah, oké. Okay. Goed om te horen, Gandalf. Wat? Het is Gandalf. Gandalf. Oh, kijk hem hier. Oh nee, dat is een zombie, kut. I'm sorry to tell you, but I'm pretty sure it's down there somewhere. Shit. Daar wil ik niet naartoe, man. Oké, dus ik heb hem hier naartoe gegooid. Is het niet op de roof misschien? Laten we hopen dat het op de roof Anthony, is. Anthony, is het erboven ergens? Waar? Vlad heeft iets naar je toe gegooid. Ja, hij moet zoeken. Ik kan niet zoeken. Kun je me please binnenlaten dan? Klim er gewoon overheen. I don't care. Hoe klim ik in jouw berg? Berg. Jouw kastel. Met dirt. Kastel. Oh, met dirt, oké. Okay. Dan wordt het lelijk, maar oké, okay, dan doe ik het wel even. Ik haal alles weg. Ja, het is hier, Alex. Is het erboven? Ja, kom. Kom hier. Alex. Zoveel geluk, hè. Zie je maar één? Waar ben je, Alex? Ik was even naar huis. Ah, oké, okay, hoor. Uit. Ik ben er wel. Ik ga van die kasteel. Oh, ben je al... Oh, ik dacht je was weg. Ik ga naar je huis gooien nu. Het is zo groot, dus langzaam aan het groeien. Ja toch, is van die schapen toch. Oh kut. Yep, that's all. All the shit is for you, Anthony. All the shit is niet van jou. Als Flutter niet oppakt. Well, thank you. Als Flutter niet oppakt. I know. Oh wow, Anthony. Wat van die schapen? I love the detail on that. Just one piece of sand holding it all. Ah, wat? Is serieus? Ja, alsof, ja man. Het ziet er echt een natural uit. No, it's just really strong sand, man.
Man trilt gewoon helemaal. Ik ga het naar huis gooien. Gooi het dan. Oh, he threw it. Volgens mij is het niet eens naar huis gekomen. Ergens scheef of zo. Ah, kijk hem hier. Waar is hij? Bij mij, maar ik heb hem net opgepakt. Auw. Don't do that. Auw. I'm sorry. Hoeveel schade geeft het weg eigenlijk? 2,5. Wow. It went through the fence. Shit. Uh-oh. Oh, ik heb er 3. 3? Yep. Let me repair this for you. Thank you. Here you go. You bitch. Thank you. Zie je dat, Alex? Zie je dat? Shit. Don't you fucking do it. Oh, wait, I know why you want it. Shifties. Are you not gonna get it? Alright, well, I'm gonna have it then. Alex. Yo. Where are you at? Waar gooi je het? Oh. If you're not gonna give me the thing, I'm gonna break your window. Okay, I'm gonna break your window. God damn it. I'm just kidding. God damn it. Het was roze gebrandschilderde glas. You've been pranked, man. Yeah, you know what else is a prank? Me throwing it straight up. Okay, do it. Are you sure? Yes, I'm sure. I'm gonna find it. Oh, so die was gevallen. Okay, wacht, ken je de challenge waar ze omhoog gooien? Oh, yes. Ken je de challenge? Ow. Oh. Oeh. Anthony moet erbij komen. Ja. Voor deze challenge. Wow. Wat als sprinter wel jij gooit? Oké. Als ik niet geraakt word, ben ik dood. Eeuw. Jij bent echt gay, jij. Als je het 1 seconde eerder had gezegd. Ik dacht je deed het expres. Nee. Ik kom zo aan. Denk dat zij. Gooi het tegelijk. Ja. Dat was echt perfect timing. Dat was perfect timing. Shit. Waar is mijn boy Anthony? Ik heb echt geen idee. Oh kut. What did you do? Ik ging bijna doodvallen. Ik viel bijna dood. Heb je het tridental? Oh. Log one.
Oh. What is my thought, would you like to go on an adventure? Yeah, maybe, maar waar is mijn Anthony, je hebt mijn trident. Can I get it back? Nee, niet de zwaard, trident. Dat is die speer, Die ik naar jou gooide. Ik hoor je trouwens niet, ik weet niet of jij praat of niet. Kijk in je inventory. Oh, ik heb hem, thank you. Yeah, are you ready for an adventure? Ja. Okay. Sure. Ik ben Anthony even aan het uitlaten, boys. Wat voor adventure wil je dan gaan? Trust me, you will know in a second. Right. Oh, ik heb een pufferfish. Kogelvis. Are you ready to fly, Vlad? Ja. Ja? Mhm. What's happening? Ik ben geteleporteerd naar 3300. Oh, you motherfucker. Don't fish me. Don't you dare pull me. Don't you dare fucking pull me. What the fuck? I swear to God. Yeah. Ik heb goede dodging skills, dus good luck trying, bro. I know. Ik heb weer honger gekregen, wat is dit? Heb je niet ook dat om de uur honger? Stop it. Are you fucking kidding me? Where was it? Oh, fuck's sake! Nee! Nee! Oh, give me back. Come on, man. Give me back my bed! God damn it! Shit. Okay, hier. I can fucking see you. Fuck's sake, get the fuck out of here. Okay, weet je dat ik buiten slaap? Okay, is goed. Look at your T-posing ass. Wow, Alex, ik had dat niet voor jou verwacht, man. Oh, voor de volgende keer, ja? Well. Okay. In ieder geval, ik ben nog vergeten een introductie te doen, want ik ga de andere aflevering niet uploaden. Dit hier, dames en heren, is Vlad. Also known as the legendary grizzly bear. Yes, Wagwan. Fuck hem, mensen. En hij is momenteel bezig met een gigantisch grote penis. Dat klopt.
Zo is het, wordt heel groot. En dit hier is Anthony, a.k.a. Young Magnusbane. En hij is bezig met een kasteel. Dat is hier daarboven. Anyway, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken van aflevering 3. En vergeet om een like achter te laten en om te abonneren. En ik zie jullie de volgende keer. Wat is dat? Wacht. Was het zo kort? Kort? We zijn er nu 20 minuten bezig.